De aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Jan Smit BV, Molenaar in Zwarthoed, adviseurs en verzekeringen, Mick Volendam kraanverhuur, Tol plaatwerk, Kras recycling en Kivo plastic verpakkingen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de aftrap. Erik Jan, ja. Waar is Edward nou? Waar is Edward inderdaad? Ja, die heeft corona, is er niet bij. Hetzelfde natuurlijk met de bondscoach, de Louis van Gaal. Eerst praktische heup en nu heeft hij corona. Ja, het leven van de bondscoach is toch een beetje met hindernissen, hè? Het lijkt net een mens, Erik Jan. Ja. Maar ik denk dat het allemaal wel goed komt richting Qatar met hem. Dat hopen we. Dat duurt nog even. Vandaag in de uitzending van de aftrap. Voormalig voetballer en tegenwoordig trainer Luc Nijholt. En assistent scheidsrechter Frank Overtoom. Zijn voetballoopbaan begon begin jaren 80 bij Haarlem en eindigde eind jaren 90 bij Volendam. Daarna werkte hij nog als trainer bij Telstar en het buitenland was hem ook niet vreemd. Toch, Luc? Inderdaad. Ja, wat doe je tegenwoordig? Ik sta nog op de loonlijst bij Al Wahda in Abu Dhabi. En nu even terug in Nederland? Nu even terug in Nederland en eind van de zomer is het klaar en dan gaan we kijken wat er op mijn pad komt. Franca Overtoom. Die is in het dagelijks leven is ze tandarts bij de Koninklijke Marine in Den Helder. Ja. Ze debuteerde in de Eredivisie als assistent scheidsrechter dit seizoen. Hoeveel wedstrijden heb je nu op je naam staan? In de Eredivisie 4 op dit moment. 4. Ja. Ja. Dat was wel je droom, toch? Ja, absoluut. Ja. Dus ik ben heel blij dat dat gelukt is. Ja, heel mooi. Ja, zeker. Leuk dat je er bent. Bedankt. Bedankt ook dat ik er mag zijn. Ja, wie er ook is natuurlijk Nettie achter de bar. Hey. Goeiedag. Interlandvoetbal dit weekend onder andere. Ja. Denemarken. Dinsdag nog Duitsland. Kijk je ernaar uit? Zeker weten. In het oranje voor de tv. Ja, zit je in het oranje voor de tv? Zeker. Ja, absoluut. Ja, geen Eredivisie voetbal dit weekend. Natuurlijk vanwege de Interlands. Telstar komt trouwens wel in actie. Dat gebeurt zondag. Gaan ze op bezoek bij koploper FC Emmen. Ja, en Telstar krijgt vaak complimenten voor de manier van voetballen. Alleen vaak geen punten. Dat was ook afgelopen maandag het geval tegen ADO Den Haag. Toen verloren de Witte Leeuwen met 2-1. Ja, dan heb je weer een heel wrang en zuur en teleurgesteld gevoel. Vooral voor de jongens, dat ze zichzelf opnieuw niet belonen. En dan vallen dan uit 2-1. Fantastisch jongens, maar wel verloren. PSV uit 2-1, heerlijk gespeeld, jammer. ADO uit 2-1, ja, dan ontstaat er een rijtje. En op dat rijtje zit je niet te wachten. Nee, achter jou staat de spelersbus, zo meteen terug naar Velsen Zuid. Hoe zit je dan? Ja, teleurgesteld, maar dat is altijd de ene kant bij Telstar. Ik weet heel goed wat er aan de hand is, wat we doen, met welke middelen. Mm-hmm. Dus de andere kant is ook dat je trots bent op die gasten. Luc, vind je dit herkenbaar als trainer? Ja, in mijn Telstar-periode zeker. Dus met name het eerste jaar. Het tweede jaar niet. Het tweede jaar hebben we denk ik heel goed gepresteerd. Maar het eerste jaar, wat Andries zegt, ja, dat klopt. Ik heb toevallig de wedstrijd gezien. En de verdienen ze ook minimaal een punt. Maar ja, dat is natuurlijk de wet van Murphy. Hè? Kleine club, weinig budget en toch proberen goed te voetballen en aantrekkelijk te voetballen. Nou, dat doen ze. Maar ja, het is natuurlijk heel sneu dat je er niet voor beloond wordt. Ja, jij bent natuurlijk veel in het buitenland geweest. Als je dan terugkomt, hoe kijk je dan op het Nederlandse voetbal? Ja, dat is natuurlijk wel wat veranderd. Zeker als ik daar de keukenkampioendivisie kijk, is dat het is nog steeds eigenlijk hetzelfde. Er is weinig veranderd. Alleen, ja, het hedendaagse voetbal, de Eredivisie, ja, dat niveau is natuurlijk wel heel aardig. Wij hebben natuurlijk goede teams getraind in het buitenland, maar het niveau in Nederland is wel aardig, vind ik. Er wordt vaak minachtig over gedaan. Maar als ik wedstrijden kijk, ja, dan geniet ik soms wel. Niet altijd, maar als ik de klassieken weer kijk, ja, dat is van begin tot einde genieten, vond ik. Maar terug naar Telstar, Luc. Is uiteindelijk niet gewoon de oplossing, net zoals je ook bij Volendam kan zien, een zak met geld? Ja, maar dat is het niet. Anders hadden ze het wel gedaan. En dat is het probleem. Ze proberen al jarenlang met weinig budget stappen te maken. Maar ja, het draait toch om geld. Je kan vaak in die competitie kan je zien, qua budget, de ranglijst, nou, dat klopt vaak aardig. Er zit af en toe een uitschieter in. Maar vaak klopt het wel. Ja. Je hebt natuurlijk die rol als trainer.
Het lijkt me namelijk ook vaak frustrerend voor de trainer van Telstar, Andries Jonker. Ja, tuurlijk. Hij doet net zowel ongetwijfeld als ik deed. Hard werken en proberen toch iets extra's eruit te halen. Ja, en dat is heel moeilijk. En als het dan niet lukt, ja, dan ben je dubbel zuur. Want je doet er alles aan. Ja, in één moment. Rode kaart, schot binnenkant paal, enzovoort, enzovoort. Mm-hmm. En ja, dat is wel frustrerend werken. Ja, ik kan me voorstellen. Franca, volg jij het voetbal in de Eerste Divisie op de voet? Ja, voor een groot deel wel natuurlijk. Want ik ben zelf ook voornamelijk actief in de Eerste Divisie. Ja. Ja, maar ja. Buiten jouw eigen wedstrijden om, kijk je veel? Samenvattingen wel. En we zien natuurlijk in Zeist veel beelden terug ook. Mm-hmm. Voor ontwikkeling van de scheidsrechters. Dus ja. Ja. En let je dan alleen op de scheidsrechters of kijk je ook wel echt naar het spel? Ik kijk voor het grootste deel wel naar de scheidsrechters en assistent scheidsrechters. Ja. Ja, het is toch een beetje beroepsdeformatie. Ja, heb je dan denk ook een voorbeeld? Waar jij vroeger dat je dacht van jeetje, als ik dit kan. Nou, niet per se. Nee. Dus jij... Ik zie natuurlijk op internationaal niveau binnen de vrouwenarbitrage. Bijvoorbeeld in Engeland een assistent scheidsrechter die actief is in de Premier League. Ja, dat vind ik wel fantastisch natuurlijk. En zij is internationaal buiten haar eigen landsgrenzen dus ook actief. Ja, dat is voor mij ook een droom natuurlijk. Ja. Maar dus dat zou ik als een voorbeeld kunnen zien. Maar aan de andere kant hoop ik aankomende zomer met haar op de EK te staan. Ja. En dan ben je natuurlijk ook gewoon collega's van elkaar. En zo zie ik eigenlijk alle scheidsrechters. Ja, en scheidsrechters. Ja, en hoe kijken eigenlijk de mannelijke scheidsrechters naar jou als jij daar bent in Zeist? Gewoon als een volwaardige collega. Ja. We lopen natuurlijk al heel lang met dezelfde club rond daar ook. En iedereen vindt dat ik het goed doe, denk ik. Ja. Dus, maar niet anders dan alle anderen. Nee, maar moet jij dan ook hetzelfde doen eigenlijk als de mannelijke collega's qua afstanden? Ja, dus wij lopen dezelfde fysieke test, afgelopen week toevallig nog gelopen in Zeist. Ja. Dus, want we moeten natuurlijk aan dezelfde eisen voldoen om op dezelfde wedstrijden te kunnen staan. Ja. En dat kan voor mij niet anders zijn dan voor mijn mannelijke collega's. Nee, dus met jouw conditie zit het wel goed? Zeker, ja. En was dat altijd al zo? Over het algemeen wel, ja. Ja, ik loop van mezelf gelukkig wel makkelijk, maar ik train er ook hard voor. Dus de combinatie van beide maakt wel dat ik makkelijk meedraai. Ja, want wij hadden het met het eten, hadden we het erover. Van, ja, jij bent assistent scheidsrechter. Ja. Dan lijkt het mij, dat zei ik ook tegen Luc ook, van dan moet zij toch eigenlijk gewoon in de keukenkampioendivisie kunnen fluiten. Fluiten niet, want dat is niet mijn taak, niet mijn rol. En, dat is toch vreemd? Aan de ene kant misschien wel, maar het is een heel ander iets eigenlijk. Heel ander werk wat je doet. Hè? Als scheidsrechter sta je meer in het veld, neem je andere beslissingen. En mijn beslissingen zijn weer veel meer zwart-wit. Eigenlijk is het belangrijkste buitenspel. En verder heb ik een adviserende rol. En de scheidsrechter die heeft een leidende rol. Dus dat is maar jij toch heel anders. Ja, maar vind je dat zelf ook niet dat jij eigenlijk de leiding moeten hebben over een wedstrijd in de keukenkampioendivisie? Nou, nee. Omdat dat op dit moment niet mijn rol is. Nee, maar zou je dat... Ik zou het wel heel leuk vinden, ja. Ja, maar tenminste, vroeger ben ik ook scheidsrechter geweest. En in die fase van mijn carrière vond ik scheidsrechter zijn ook leuker dan assistent scheidsrechter zijn. Ja. Maar op een gegeven moment heb ik de keuze gemaakt om verder te gaan als assistent scheidsrechter. En dit is de rol die mij nu het beste past, eigenlijk. Ja. Ja. En als je dat om wil draaien nu, als je terug wil? Dan moet ik weer terug naar het amateurvoetbal, ja. En dat zie ik niet zitten. Maar voor je mannelijke collega's geldt dat dus niet. Nee. Als die assistent zijn. Nee, langs de lijn. Die mogen wel een wedstrijd leiden. Nee, voor hun geldt eigenlijk hetzelfde. Ja? Dus de vierde official, die kan invallen als scheidsrechter. Okay. Maar assistent scheidsrechters in principe niet. Okay. En als je van scheidsrechter naar assistent scheidsrechter wil, dan stroom je vaak wel weer op een iets hoger niveau in. Luc Nijholt was trainer van 2005 tot en met 2008 bij Telstar. Dat heette toen nog Stormvogels Telstar. Met NH Sport kwamen we toen bij hem langs in 2007. Dit is de verste uitwedstrijd van het seizoen en het komt een beetje op een lullig moment. Hè? Waarom? Je hebt 7 wedstrijden achtereen verloren. En dan, het enige wat jullie nodig hebben is overwinning, maar dan moet je helemaal voor naar Maastricht. Ja, dat maakt niet uit. Ik wil wel naar München rijden voor een overwinning. Dat maakt me niet zoveel uit. Let's stand at the crossroads. I'm trying to play the ride.
laten we all die. Overleefd, Luc? Ja, er is heel veel file, man. Dat is een enorme file, hè? Ja, dat is alleen maar file. Maar we zijn er. Als je 8 keer op rij verliest, bij heel veel clubs vlieg je er als trainer uit. Hoe zit dat hier dan? Ja, wat moet ik nou met zo'n vraag? Dat moet je aan het bestuur vragen. Ik doe mijn uiterste best met de mannen. Als je net in de kleedkamer gezien hebt, dan zitten ze er helemaal kapot en er doorheen. Dus. Ja, ik denk ook niet dat het iets met de trainer of zo te maken heeft. Ik denk dat we vandaag zeker de eerste helft wel hebben laten zien dat we met z'n allen ervoor willen gaan. Alleen ja, als het balletje net iedere keer verkeerd valt, ja, dan kan niemand wat aan doen, denk ik. Je voelt je nog wel goed op je trainerstoel zitten hier? Ja, verliezen is nooit leuk. En voor mij is dit ook de eerste keer dat ik achter elkaar zoveel verlies. Dus ja, daar moet je mee omgaan en dat is niet makkelijk. Zeker niet als dan de cameraploeg en iedereen eromheen zwerft de hele dag. Want daar waren jullie vandaag op uit. En, dus succes verder. Ja, Luc. Hoe kijk je hierna, naar deze beelden? Ja. Nou, het was wel leuk dat je in de intro over Andries begon. Kijk, dat is eigenlijk hetzelfde. Alleen ja, 8 keer op rij verliezen is natuurlijk een drama. Mm-hmm. Maar je zit in de stramien, je wil er alles aan doen met je spelers. En ja, je krijgt de complimenten en ja, het komt er niet uit. Ja, dat is frustrerend. Ja. Daarom was ik persoonlijk heel blij. Het tweede jaar hebben we een hele periode, tweede en zelfs derde, een hele tijd gestaan. En toen lukte het wel allemaal. En, maar dit was een vreselijke periode. Ja. Is het dan wel leuk om hoofdtrainer te zijn? Nee, helemaal niet. Helemaal. Nee. Hoe ga je ermee om met zulke teleurstellingen? Terug naar de basis en geloof in jezelf. En kijken. Je moet altijd kijken. Als je verliest, moet je altijd naar jezelf kijken. Ik heb van Adriaan geleerd. Wat hebben wij deze week fout gedaan? Mm-hmm. Of wat heb ik fout gedaan? Nou, als je nou alles naast elkaar zet, je vraagt je collega's, je staf. Ja, wel goed. Dit kan misschien beter dan dat. Dan kijk je naar jezelf. En dan pas ga je naar je spelers kijken. Kijk, het is makkelijk om naar de spelers te kijken. Ja, je mist een kans. Je maakt een fout bij een doelpunt. En dat heb ik wel geleerd. Ik kwam bij AZ vandaan dat ik nog nooit verloren. 52 wedstrijden ongeslagen was ik in het jeugdvoetbal. Dat is allemaal helemaal niet belangrijk. Helemaal. Want je doet het opleiden, dat hebben we gedaan. Er zijn er genoeg doorgebroken. Maar dan kom je hiermee te maken. Ja, dat is een heel ander fenomeen. En dan moet je echt sterk in je schoenen staan. Ja. Maar als je kijkt naar de Luc Nijholt van toen en degene die je nu bent als trainer. Wat is het grote verschil? Ervaring. Maar waarin uitzicht dat? Nou, een keer 8 wedstrijden op rij verliezen. Dat in bagage mee nemen. Niet te snel in paniek raken. Jezelf blijven. Mm-hmm. Raakte je toen in paniek? Nee, want anders hadden ze me al uitgejoekeloerd. Mm-hmm. En dat is niet gebeurd. Dus je moet heel sterk zijn. Maar je staat wel vaak alleen met je staf. Ja. Want als je wint, krijg je 88 sms'jes. Maar als je verliest, dan krijg je ja, je goede vrienden. Sorry, ja. Jammer. Ja. Ja, dat is niet belangrijk, maar dat is wel het moment waar je in leeft. Maar ben je niet meer een assistent-trainer, Luc, dan een hoofdtrainer? Ja, nee eigenlijk. Als je je uitkijkt? De rol als assistent, ja, dat ligt eraan waar. Kijk, ik heb natuurlijk met Adriaanse en met de Kater gewerkt. Ja, dat werkte perfect. En, maar als hoofdtrainer heb ik in China heb ik het heel aardig gedaan. En in Telstra, tweede jaar en derde jaar, ging het wel goed. Dus ja, in je hart ben je altijd, wil je het hoogste bereik. En dat is hoofdtrainer. Kijk, en als je dan met Adriaanse kan werken en met de Kater kan werken, ja, dat vind ik geen stap terug. Integendeel, dat is een genot om mee te werken. Maar wat leer je daar dan van? Ja, Adriaanse en Tenkaar. Adriaanse was bijvoorbeeld natuurlijk, daar heb ik het vak van geleerd. En de verschillen is heel leuk. Adriaanse was volgens het spoorboekje. Zo laat dit, zo laat dat, zo laat dat. Nou, de Kater bereidde natuurlijk ook uitermate goed voor. Alleen, die switchte. Die zei van, nee, de eerste oefening doen we niet. We doen dit nu en nu dat op het veld. Geweldige veldtrainer. Ja, daar heb ik ook van genoten.
Geen Ajax en AZ dit weekend, natuurlijk vanwege het interlandvoetbal. Maar we gaan toch nog even terug naar vorig weekend. De klassieker, Ajax tegen Feyenoord. En een beetje het laatste gedeelte van de wedstrijd met de Braziliaan Anthony. Ja, het theaterstuk wat hij uitvoerde. Wat vonden jullie eigenlijk van hoe dat ging in die laatste paar minuten? Leuk. Je moet eerst naar de scheidsrechter. Ja. Nou ja, de scheidsrechter daar, Danny McAdoo, die wordt daar natuurlijk wel op de proef gesteld, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat hij over het algemeen een goede wedstrijd gefloten heeft. En het is gewoon een beetje vervelend op, dat we dan. Of in de maling genomen. Of in de maling genomen, ja. Net hoe je het ziet. Maar ja. Heb je dan met hem te doen? Ik bedoel, er komt natuurlijk heel veel op hem af en er gebeurt van alles. En dan ook nog een hele belangrijke wedstrijd waar miljoenen mensen naar kijken. Ja, ja. Nou ja, met hem te doen, het hoort er kennelijk bij, want het gebeurt. Mm-hmm. Ik zou daar niet zo goed tegen kunnen trouwens, hoor. Wat die Anthony deed. Ik bedoel, dan komt die Tadis er ook nog even bij om hem op het veld te gooien. Ja, dan heb ik zoiets van, jongens... Dan is het wel eens jammer dat er zoveel camera's zijn. Vroeger losten wij dat zelf op. Ja, maar nu speelt hij dus wel met Brazilië. Met zijn krukken in zijn hand na de wedstrijd. Ja, maar er zijn dus ook mensen die zeggen van dat hoort erbij, want hij heeft de absolute wil om te winnen. Wat vind jij? Is dit geoorloofd? Of zeg je van ja, dit hoort gewoon niet thuis op het voetbalveld? Ja, ik vind van niet. Maar goed, ik ben de gast. Daar ben ik het wel mee eens. Het is niet geoorloofd. En, je doet wel alles om te winnen. Mm-hmm. Maar nu, hele dag staan er 8, 9 camera's. In onze tijd kon je nog wel eens wat links en rechts regelen onderling. En, ja, dat kan niet meer. Ja, wat bedoel maar je dan met links en rechts onderling wat regelen? Nou, als hij dat bij een collega van mij zou doen, dan zou ik hem wel eventjes opwachten in het veld als de kans te halen. Even een keekje geven. Dat was vroeger zo, dat is niet meer. Ja. Maar vind je dat wel kunnen, wat hij niet, doet? Eigenlijk niet. Nee, dat kent dat niet. Nee. Nee, voorbeeldfunctie en over het randje gaan, oké, okay, maar... Maar je weet dat er zoveel camera's zijn, dus dan doe je het sowieso niet, toch? Ja, denk ik niet, ja. Nee. Franca, hoe vind jij dat Danny McAdoo heeft opgelost? Ja, goed, denk ik, ja. Ik zou niet weten hoe ik het zelf anders had gedaan, dus... Nou ja, Anthony kreeg de gele kaart, zijn tweede gele kaart, de rode kaart. Ja. Tadić niet. Bijvoorbeeld, en er werd nog ook veel over gesproken van... Hij was degene die duwde. Ja, maar het is altijd lastig handelen. En je anticipeert op wat je ziet en wat je als team ziet. En dit is de beslissing die zij daarmee genomen hebben. Ja. Ja. Luc, hoe is dat in het buitenland trouwens? Met dit soort fratsen? Ja, veel minder. Ja, dat gaan waar, je zit natuurlijk in het buitenland. Kijk, Italië, Spanje, die kunnen er ook wat van natuurlijk. Maar waar jij... Wij gezeten hebben in Abu Dhabi. Ja, dat slaat weer de andere kant op. 28 VAR-momenten tijdens een wedstrijd. Het spel lag veel meer stil dan er gespeeld werd. Hoe lang duren die wedstrijden dan? Ja, en dan uiteindelijk, we hebben een uitwedstrijd gespeeld bij Sharjah uit. Ja, dat was echt bizar. Ja. En normaal zeg je 4 minuten erbij. Dan krijg je er 8 minuten bij of 9 minuten bij. Ja, het is allemaal prachtig. Maar als je dan nog niet scoort, dan komen er nog extra minuten bij. En ja, het is wel verbeterd. Maar in het begin was dat natuurlijk een drama. Ja. Luc, nou heb ik een zondag heb ik Henk ter Kate gezien bij Goedemorgen Eredivisie op zondag bij ESPN. Ja. En er werd de vraag gesteld van, die was daar natuurlijk ook, dat ben jij ook geweest in de Verenigde Arabische Emiraten. En wat hij daar nou eigenlijk, dat vroeg Hans Kraaij aan hem. En toen zei Henk ter Kate, die zei van, ja, Hans, ik ging daar niet voor voetbal heen, niet voor het land. Ik ging daar puur heen voor het geld. En dat was natuurlijk een fantastisch eerlijk antwoord. Maar sta jij er ook zo in? Nou, de eerste periode met Adriaanse was met de jeugd. Dan heb je een doel, het kwalificeren van de WK. Dat hebben we niet gehaald. Maar natuurlijk, je gaat er niet zitten voor... Je moet een hele hoop laten, je moet je gezin achterlaten. Dus geld is zeker een belangrijke rol. Ja, in gaat maar ook. Zo is hij. Hij is eerlijk, hij zegt er zee. Ja, ik vond het ook best wel... En daar kun je moeilijk over, doen, maar ja... Zo is hij. Hij had verschrikkelijk veel geld verdiend, zei hij tegen Hans Kraaij. Ja. Ja, ik hou er wel van, hoor. Want ik bedoel, zoveel zijn er niet die zo zijn. Dat klopt. Toch? Maar je zei dat je contract afloopt deze zomer. Ja. Wat ga je daarna doen? Dat weet ik nog niet. Wat zou je willen doen? Ik zou wel jonge trainers willen helpen. Dus in dienst bij de KNVB? Nee, dat niet. Maar bij clubs... Mm-hmm.
bij Utrecht, de rol die ik bij Utrecht had, vond ik leuk. Met Jean-Paul de Jong, beginnend hoofdtrainer, helpen. Nou, dat is 8 maanden goed gegaan. En ja, daarna hebben we wat probleempjes waardoor ik opgestapt ben. Maar dat ging de eerste periode, vond ik goed. Ja. De club dacht er anders over, van de rol eromheen. Dus niet bij mij persoonlijk, maar ja, toen ben ik opgestapt. Daar heb ik eigenlijk wel niet spijt van, maar zo ben ik. En, maar dat is een leuke rol. En niet dus een trainer helpen en niet weten dat ik hoofdtrainer wil worden. Mm-hmm. En die rol zou ik nog een keer willen vervullen. Ja, maar wil je er ook mee zeggen van zelf trainer zijn, dat hoofdstuk sluit je af in de zomer? Weet ik nog niet. Ik heb aanbiedingen gehad, maar weer buitenland. En eentje is hoofdtrainer, eentje assistent trainer. Maar nee, dat boek is voorlopig gaat dicht. Ik heb 2 kleindochters. 1 van 3 maanden, 1 van 4,5. Ben je al zo oud? Dat zou ik niet zeggen. Nee, maar dat zijn dingen die natuurlijk het leven natuurlijk heel mooi maken. En ik ben natuurlijk lang weg geweest en ja, ik ga terugkomen. En in welke functie en wat, ja, dat weet ik niet. Misschien wel bij RTV Noord-Holland. Of, ja. Ja, maar jij doet het niet slecht voor vandaag. Dankjewel, Luc. Yassine Zakir is 25 jaar en voetbalde tot vorig seizoen in de zaal bij Whitestones. Hij speelt nu voor Telstar en Erik Jan. Kijk, die zit nu hier aan tafel. Ja. Die zocht hem op en die ging een potje straatvoetgolf met hem spelen. Het gaat erom spannen. Ja, dat gaat goed, hè? Oeh! Tada! Zit erin! Tada! Telstarzaal. Geweldig. Hey, vertel eens, waar zijn we? We zijn nu in het Lamberto Zijlplein, zoals je ziet. Het plein waar ik altijd mijn hele leven boodschappen heb gedaan. Amsterdam-West? Amsterdam-West. Zit hij goed? Ja, zit goed. Net op oranje. Deze bal. Ja? Wit is de Telstra kleur natuurlijk. Wit is de Telstra. Ja, de witte leeuwen. Altijd risico in mijn spel en het lukt ook 9 van de 10 keer. Dus ik begin met een buitenkant voet. Kijk eens. Mooier kan je hem niet krijgen. Heb je boodschappen gedaan? Ik heb geen boodschappen gedaan zoals je ziet. De verliezer gaat straks in dit karretje zitten. Ja. En de winnaar die mag straks over het plein aanduwen. Oh, succes. Hey, succes man. Wauw. Oeh, nee. Ja, waardeloos schot natuurlijk van Erik Jan. Jouw verhaal? Wat is wel bijzonder? Ik ben natuurlijk pas op mijn 24e betaalvoetballer geworden. Mm-hmm. En ik kom van de zaalvoetbal afkomstig. En ja, het gaat hartstikke goed. Ja. Oh. Ik heb Timmermans oog. Wauw, wat een bal zeg. Kun je alsjeblieft even van plek verwisselen? Ik hoef jou geen complimenten te geven, maar dat doe je zelf al. Nou, ik denk dat het voor zich spreekt, toch? Als je ziet van wat voor geweldige ballen ik natuurlijk hierheen schiet. Waar wil je naartoe? Ja, ik wil natuurlijk naar de Eredivisie gaan. En dat zijn mijn ambities op korte termijn. Mm-hmm. En ik denk dat ik er ook klaar aan het stomen voor ben. En ik wil naar hoger, beter, meer. Maar het is in ieder geval hard genoeg. Oeh. Ja, ja. Shit. Door het oog van de maal. 3, 2, 1. Kom maar, hoor. Hij let op alles, die jongen. 10-10. Gelijkspel, dat betekent penalties. 1, 2. Het zijn wel kleine pasjes, hè? Tempo, tempo. Snel. Oh, die gaat goed. Die gaat goed. Hey, die wint. Ik ga het niet redden. Die wint. Lekker. Hey. Tada, daar gaan we. En genoeg man, ik ga eruit. Hey, dit is van de Lissabon. Ja, Erik Jan, ik had jou toch liever in dat pak hier gezien aan tafel. Dat snap ik. Ja, 1 keer in de week vind ik prima. Ja, oké. Okay. Hey, maar het is toch weer zo'n speler, Luc, die Telstar opfitst, hè? Ja. Deze jongen. Ja, knap, toch? Ken je hem?
Nee, ja, ik heb het natuurlijk wel gezien. Maar ik kon nog niet natuurlijk. En dat is weer knap. 24, wel wat laat. Maar ja, toch knap vind ik. Een jaar geleden speelde je nog in de eredivisie van het zaalvoetbal. Ja. Ja, dat is toch... Ja, en dat is geweldig. Dat is toch mooi. Ja, en hij doet hartstikke goed daar over de rechterkant. Dus of de scoutingsapparaat in Noord-Holland heeft zitten slapen... Mm-hmm. Of iemand heeft, is op tijd wakker geworden. In deze set. Franka, vrouwen in het betaalde voetbal. Gaat hun intrede niet veel te traag? We hebben in het algemeen niet zo heel veel vrouwelijke scheidsrechters en assistent scheidsrechters in Nederland. Nee. Zit er niks achter jou, zeg maar, assistent scheidsrechters, vrouwelijke? Nou, Shona Shukrula is speed official in de keukenkampioendivisie. En daarna een hele tijd niets. Nee. En als je, want jij zei straks van als je vierde official bent, dan mag je wel wedstrijden leiden. Mag je invallen. Stel de scheidsrechter valt uit, dan kan jij invallen. Ja, maar daarnaast ben je eigenlijk ook scheidsrechter. Dus vaak hebben zij twee wedstrijden in de week. Of of de ene week fluiten en de andere week. En heb je veel vaak contact met haar? Ja, best wel. Want we gaan internationaal ook vaak samen weg. Oké. En waar hebben jullie het dan over? Over natuurlijk over het leiden van wedstrijden of assistenten. Veel daarover, ja. Gaat het ook nog wel ergens anders over? Ja, het gaat ook wel ergens anders over, ja. Ja, leuk. Ja. Lopen jullie ook wel eens tegen vooroordelen aan? Dat spelers anders naar kijken naar jullie ten opzichte van de mannelijke scheidsrechters? Voor mijn gevoel is dat op dit niveau niet meer aan de orde. Nee? Ik denk dat spelers denken dat je aangesteld wordt bij een wedstrijd vanwege je kwaliteiten. En dat daar ook van uitgegaan wordt. Mm-hmm. En in het amateurvoetbal had ik dat gevoel soms nog wel. Dat mensen een beetje sceptisch waren en dat je jezelf moest bewijzen. Ja, waarom merk je dat dan? Ga jij de wedstrijd fluiten? Weet je wel, ja, een nieuwsgierigheid. Ja. Mensen vinden het überhaupt bijzonder dat er een vrouw het terrein op komt lopen. En nu is dat op het veld is dat helemaal niet meer zo. En als jij eerlijk bent en consequent, dan dwing je respect af. En dat heb je gedaan, want anders reageren ze niet zo. En dat is natuurlijk een mooi compliment. Ja. Je bent assistent scheidsrechter, maar ook tandarts bij de Koninklijke Marine in Den Helder. Ja. Hoe is dat, die combinatie? Ja, zo nu dan druk, wel, moet ik zeggen. Want ik werk 5 dagen in de week. En daarnaast train ik bijna elke dag. En heb ik 1 keer in de week een wedstrijd, soms 2 keer in de week zelfs. Maar aan de andere kant ook wel heel erg leuk, omdat het best wel afwisselend is. Ja, werken als tandarts is natuurlijk iets heel anders dan actief zijn op het voetbalveld. Wij hebben onze gasten hebben we gevraagd om wat mee te nemen. Een attribuut waar ze een speciale herinnering aan hebben. Luc, jij bent met een volgens mij met een F-truc hier naartoe gekomen. Wat staat daar? Moet je helpen? Nou, jij belde mij en zegt, heb je een warme herinnering aan Volendam? Die heb ik sowieso. Ik heb het 3 jaar heel erg naar mijn zin gehad. Maar het tweede jaar werd ik speler van het jaar. Moet ik je even helpen? En daar ben ik best wel trots op. Ja. In Schotland ben ik speler van het jaar geweest. En, en hier ook. Dus ja. Kun je het lezen? Ja, ik zit nog even te lezen wat eronder staat. Speler van het jaar, inderdaad. Seizoen 1996-97. Ja. Luc Nijholt, SC Volendam. Ja. Ja. Waar staat hij normaal gesproken thuis? In de garage. In de garage? Ja. Ja, ik heb helemaal niks met voetbal thuis. Geen prijzen in een mooie kast? Nee. Boven de open haard? Ik heb de Schotse W-cup gewonnen. Dat is zo'n gouden medaille. Ja. Die ligt ook ergens... ik zou het niet weten op dit moment. Ergens in de hoek van de garage. Ja. Maar wat heb jij voor speciale herinnering aan FC Volendam? Ik kwam natuurlijk uit Engeland terug. Bij Swindon? Van Swindon naar Volendam. Ja, dat was meteen moeilijk knokken voor degradatie. Trainerswissel. En toen pakten we het op. Tweede jaar gingen we als een raket, vond ik. Een leuke groep. Pink, Valk, Soetebier, Molenaar. Jan Steur. Steur, nou, noem ze allemaal maar op. Ja, bekende namen. En was een goed voetballende ploeg. En een goed team. Robby Mathij. En toen bleven we er makkelijk in. En het derde jaar was zo moeilijk. Ja. Uiteindelijk zijn we eruit gegaan. Dus het tweede jaar was voor mij wel bijzonder. Franka, jij hebt
Ja, jij hebt voetbalschoenen meegenomen. Ja. En volgens mij waren dit de voetbalschoenen waar jij je debuut mee maakte, of niet? Nou, niet waar ik mijn debuut mee maakte. Maar de datum staat er wel op, 21 november 2021. Ja. En die heb ik cadeau gekregen van mijn familie, van mijn broers en zussen. Dat is erg leuk. Ja, dus daar ben ik heel erg blij mee. En dat heeft voor mij ook een symbolische betekenis, omdat zij eigenlijk bij elke stap in mijn carrière en eigenlijk alle belangrijke evenementen in mijn leven wel aanwezig zijn. En hun bijdrage leveren en hun support leveren. Ja. Ja. Dus jij kwam thuis en hadden ze dit voor je, voor je bedacht. Ja. Is dat leuk? Ja, heel leuk. Ja. Ja. En je hebt natuurlijk een bekende broer. Ja. Willy. Ja. Overtoom, oudspeler onder andere ook van AZ, Telstar. Ja. Hoe is jullie relatie? Goed. Ja, met al mijn broers en zussen. Dus eigenlijk zijn mijn broers en zussen mijn beste vrienden. Hoeveel heb je er nog meer dan? Ik heb 2 zussen en 2 broers. Dus ja, Willy is mijn oudere broer en de rest komt na mij. Allemaal sportminded? Ja, best wel ja. Ja, mijn jongere broertje en zusje zijn scheidsrechter ook alle 2. Hey. Mijn andere zusje die speelt bij Os Lusitanos in de Eredivisiezaal. Oké. Ja. Leuk. Ja. Zit hij ook altijd op de tribune als jij vlakt? Ja, die ouders zijn er altijd. Want het leuke is dat ik haar als een heel klein meisje gekend heb. Ik heb Willy gehad bij AZ en bij Telstar. Dus bij AZ was ze heel veel. Toen was jij altijd aanwezig. Zeker de thuiswedstrijden. De ouders gingen uit en thuis, weet ik nog. Ja, een prachtige familie. Ja. En nu is het dus bij jou dat ze op de tribune zitten. Ja, inderdaad. Ja. Iedereen om de beurt is om de beurt aan de beurt. Ja. Dus dat is wel heel leuk. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is om een goede prestatie te kunnen leveren. Dat je de steun krijgt vanaf het thuisfront. Zeker, heel erg belangrijk. Ja. We gaan door naar het elftal van FC Aftrap. Luc, je weet hoe het werkt? Nee, niet even tellen. Nee? Want nee, in Abu Dhabi ontvang je het niet. Dus, Ik denk, jij kijkt ook daar in Abu Dhabi ook elke week naar de Aftrap. 1 eruit, 1 erin. Meer niet? Ja. Nou, dan is het makkelijk. Daar hebben we het over gehad, toch? De reden, het theater? Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat vind ik wel. En dan moet ik gaan schuiven, want ja... Mag. En dan ga ik toch iets anders spelen. En dan laat ik dit wat inzakken. Dan ga ik zo gaan spelen. Dus Haller komt erbij? Ja. En waarom Haller? Ja, altijd scoren. Ja. Muren, altijd scoren. Ja, maar Haller krijgt ook veel kritiek. Ja. Ja. Maar waar wordt de spits voor gehaald? Om te scoren. Om te scoren? Wat vind jij dan van die kritiek die hij krijgt? Ja, deels begrijpelijk als je voor 22 miljoen gehaald wordt. Maar hij presteert. In de Champions League is hij mede topscorer. Mm-hmm. Dus ja, voordeel van de twijfel. Alleen, het is een hoop geld. Ja. Franke, jij mag er ook eentje aan. Ja, nou, vanuit mijn neutrale rol van scheidsrechter laat ik het lekker zo staan. Nou, laten we het dan zo doen dat Luc dan voor Franke er nog eentje uit mag halen. Ja. Is dat een speler of een trainer? Dat mag je zelf weten. En we hebben natuurlijk nog de scheidsrechter. Ja, daar ben ik wel content mee. Nee, ik vind dat hij een goede uitstraling heeft. Ja. Dus, ja. Nice. Hele overtuigende uitstraling. Ja. Ja, zeg maar. Nou, hij is natuurlijk wel in de beginperiode. Hij is natuurlijk snel gekomen. Mm-hmm. Toen had hij wel een beetje, tot het een beetje te was. Maar hij heeft nu, vind ik wel, de stabiele lijn te pakken. Ja, ik denk dat Jack bedoelt van wie eruit gaat, hè? Ja. 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 Ik wissel niks meer. Ja. Laat het zo. Ja, Ten Hag voor... Jij mag verloren heeft, maar ik laat hem staan, want ik gun hem... En Michu had ik er natuurlijk ingezet, maar ik ben klaar... Je hebt je taak voldaan. Jij pakt niet voor Franka er nog eentje aan? Nee, want zij is neutraal. Dan moet ik ook neutraal blijven. Hè? Okay. Kijk. En ze heeft niks ingezet, smoes. Dus. Dan laat het zo, Luc. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze uitzending ongeveer. Je kan natuurlijk reageren via Twitter. Hashtag Aftrap. Mailen kan ook naar onderstaand mailadres. Als je vindt dat jouw favoriete speler ontbreekt in het elftal van FC de Aftrap. En andere op- en aanmerkingen, dat kunnen natuurlijk ook. Goed, wij willen jullie natuurlijk hartstikke bedanken voor jullie komst. Franka, jij veel succes met je assistent scheidsrechterschap. Ja, bedankt. In het betaalde voetbal. En hartstikke leuk dat je er was. Luc, jij ook bedankt. En misschien komt er nog een mooie club voor je, toch? Laten we het hopen. Dank jullie wel. Vast en zeker. Volgende week dan zijn wij weer terug. En dan zijn onze gasten Jan Poortvliet, ook trainer geweest van Telstar. En Pier Tol,
natuurlijk furore gemaakt bij AZ in de begin jaren 80. Ja, en Edward waarschijnlijk ook dan weer, hè? Edward is het dan waarschijnlijk ook wel weer. En anders, ik vond dat je het goed deed. Ja. Dank jullie wel, dank jullie wel. Voor nu een fijne avond en graag tot volgende week. De aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Jan Smit BV, Molenaar en Zwarthoed, adviseurs en verzekeringen, Mick Volendam, kraanverhuur, Tol, plaatwerk, Kras Recycling en Kivo Plastic Verpakkingen.